Oké, nog snel even een update van de garage. Dus ik ga het zo kort mogelijk houden deze keer. De elektriciteit is rond, dus ik heb mijn schakelaars voor de verlichting hangen er. De stopcontacten zijn allemaal verbonden. Dus dat is dat stukje dat ik zei dat ik zodanig veel gaten moest boren door de muur. Dat ik beter van eerst keer een sleuf kon maken. Dat is dat stukje, dat is die sleuf. Dus daar gaan de kabels eigenlijk gewoon naar de berging hiernaast, waar dat dan de verdeelkast van de elektriciteit is. Ja, ik heb ook een laadbord gemaakt, dus hier kunnen mijn batterijen laden. De lege steek ik hier achter, de volle steek ik daarachter. Ik heb alle isolatieranden opgespoten. Dat kun je hier. Kijk, hier kun je dat eigenlijk ook wel zien. Hè. Nu, dus wel ik had een groot verschil in kwaliteit van isolatie. Ik wou niet, zo'n spuitje helaas, ik wou niet de duurste. Ik ben begonnen met de TEC7, dat was het goedkoopste dat ik eerst vond. Puur, dat was goed. En dan heb ik overgeschakeld, omdat die TEC7 op was, op dit. Daar staat zelf geen merk op, dat is gewoon van Mr. Bricolage was dat. Dus nog goed, die waren maar de helft van de prijs van die andere, dus die waren nog goedkoop, maar die waren ook niet goed. Een keer dat dat hard geworden is, is dat nog veel, kunnen er nog veel meer in doen. Wacht, ik heb hier ja, natuurlijk gevuld dat dan. En dat gevuld dat een beetje meer dan de helft en dan komt dat er allemaal uit en dan moet je dat nog afsnijden. Dus dat zijn, ik heb alleen zak weggedaan, dat zijn eigenlijk de overschotten dat ik nog heb. Dat ik wegsmijt, hè. Dus dat is hetgeen dat is het verlies dat je hebt. En ik denk, ja, deze is van die goedkope en dan kun je zo, dat is zo flexibel precies. Ik zou daar geen deuren mee vastmaken ofzo, want dan denk ik dat je deuren er gewoon terug uit liggen. En ja, nu ben ik volop bezig. Ik heb daar nog een extra lamp hangen, maar ik heb hem nog niet aangesloten. Ik ben volop bezig nu met kijken wat ik allemaal heb van de vloerverwarming. Dus hierop moet er plastic komen, dan die plastic, zo gewoon een bouwplastic. En dan de vloerverwarming zelf heb ik zo rails dan met een soort van haken op de isolatie vastgemaakt worden, dus hier geprikt worden. En dan kunt u buizen kunt u daarin duwen en zo kunnen die vastleggen en dat ligt dan vast. Juist in de bochten, dus als je hier dan een bocht maakt, dan moet zo'n slakkenpatroon volgen, dus als je hier dan die bocht maakt, heb je dan nog aparte haakjes. We hebben toen dit gebruikt, zo, en dan trekt je dat zo in de isolatie, waarmee dat je de bochten ook kunt vastleggen, omdat die rechte latten kunnen niet gebruiken voor de bochten. Dus ik heb extra haken nodig, extra buis. Qua buis, dat is 18 mm, 18x2 PERT is type. Dat is het belangrijkste deel. Ik heb ook nog een extra 90 graden bocht nodig, dus dat is waar dat ik de vloer in ga. Omdat je dan die buis in een hoek moet leggen en het laatste dat je wilt is een knik in die buis of die buis schenden natuurlijk. En dat voorkomt dat en dat is eigenlijk waar ik gestopt ben met mijn vloerverwarming van de berging hier in huis. Dus dat komt hier toe, dus ik ga twee van die eindstops nodig hebben. Dat ik er water kan opzetten als ze komen shoppen en dat kan testen op voorhand. Maar ik ga dat sowieso allemaal leggen de dag voordat ze komen, want dan moet echt alles uit de garage. En dan heb ik ook nog reparatiekoppelingen. En dat is dan eigenlijk om die buis te verbinden met de nieuwe buis dat ik ga kopen. Nog snel, ik heb de verlichting aangesloten, dus dat ding daar is weg. En die is nu, die werken nu. En kijk, ik heb nu ook mijn drie tellampen hangen. Dat zijn ledlampen blijkbaar. Dus nu heb ik hier genoeg licht om te filmen ook. Dat is ook handig. En ik heb eigenlijk alles online. Ja, ik heb voor de vloerverwarming. Ik was bezig over wat ik allemaal nodig heb. Die plastic moet ik eerst kijken of ik er genoeg van heb. Maar ik heb dus alles online besteld. Ik zat dan €150 nu voor de, eigenlijk zo goed als alles van de vloerverwarming. Het enige dat daar niet bij zat waren die dingen hier. Die latten die ik hier nog liggen heb voor de bevestiging. Maar er zitten wel niet een soort van klemmen bij. Die in de plaats daarvan gebruikt kunnen worden ook. Dus ik heb niet veel problemen gehad. Tegenstaan dat het een beetje lastig was, waren die schakelaars. Omdat dat zo... Dat zijn dus blijkbaar geen schakelaars, maar drukknoppen dat je moet kopen. En ik heb eerst twee keer ik heb eerst schakelaars gekocht, dat was verkeerd. Dan heb ik die gewisseld voor andere schakelaars opnieuw ingewisseld. Dan heb ik uiteindelijk de drukknoppen gevonden, die besteld. En maar dat was gewoon allemaal mijn fout. Het andere was dat die per 3, die dingen per 3, waren niet op voorraad in de webshop waar ik meestal bestel. Dus die heb ik elders besteld en
Dan heb ik mijn originele bestelling geannuleerd. En de dag nadat ik gebeld heb om die bestelling te annuleren, zijn die toch nog geleverd. En dan de dag daarna zijn er nog 2 dozen geleverd. Waar dat ook die bestelling in zit. Dus eigenlijk heb ik die bestelling die ik geannuleerd heb, heb ik nu 1, 2, 3 keer ontvangen. Dat snap ik nog niet helemaal wat er daar fout gelopen is. Ik ga die gewoon allemaal terugsturen. Ik kan daar toch niks mee doen. Ik heb al andere. Maar goed, kijk, ik kan nu mijn video afsluiten met licht uit te doen.